Even naar Van Gaal toe. We gaan nou, toevallig zat ik vanmiddag te lezen, die Rudiger. Ja? Heb je het gelezen? Ja, ik had het gelezen. Ja. Rudiger die zat één dag in zijn huis, had het barbecuetje aangezet. Wie belt eraan? Ja. Ancelotti. Ja, hallo. Hallo, ik ben je trainer. En even binnen, wijntje gedronken. Zou die Ancelotti dat het totale mensprincipe noemen? Ja. Of zou Ancelotti dat gewoon noemen een wijntje drinken? Ja, even langs gaan. Ja. Even ouwehoeren. Ja. Even ouwehoeren met elkaar. Ja. Dat denk ik namelijk. Dat denk ik ook. Ja, ja. Die noemt het niet het totale mensprincipe. Nee. Want Ancelotti had, denk ik... Wat denk jij? Wijnaldum gebeld. Dat zeker weten. Die natuurlijk had hem niet geappt. Nee. Die had hem gebeld. Het is je aanvoerder... Of tweede aanvoerder, eerste aanvoerder, tweede aanvoerder. Het is je tweede aanvoerder. Het is een belangrijke speler met ongelooflijk veel interlands. Het is geen Berghuis. Die moet je gewoon bellen. Absoluut. En dan zeggen, hey, gozer, weet ook je wel. Al in het kader van het totale mensprincipe. He? Ben je in Nederland? Ja. Ik zit in Huis de Duin. Ja. Laten we even, weet je, misschien ben je aan het revalideren. En laat me even bellen, kom even langs. Even een kopje koffie, even een uitsmijtertje eten. Nee, hij appt hem. Nou, appen doe je naar mensen die je geen zin hebt om te bellen. Ja. Maar wat hij ook fout doet van Gaal... He? Wat hij ook helemaal fout doet... Hij, kijk, ik heb heel lang bij dat blad gewerkt. En daar werd ik steeds eigenlijk lastig gevallen... door het feit dat Peter Murphy, een volleybaltrainer... die wilde steeds tegen die voetballerij aanschurken... en de voetballerij vertellen hoe het mentaal zat... en hoe dit moest en hoe dat moest. En die trainers die dachten altijd dat die volleyballer lullen. Dat is geld te verdienen. En hij blijft zeiken. En nu Van Gaal, die denkt... oh, die heeft ook de lichamelijke academie gedaan. Die heeft er verstand van. En die haalt hem binnen. En die gaat nu vertellen aan de keepers... die dat al 100 keer meegemaakt hebben... en de mensen hoe je met een strafschop om moet gaan. Het is echt lachwekkend. Maar als je het over strafschoppennemers hebt ook, hè, Johan... iedere blinde kan zien of iemand een strafschoppennemer is. Ja. Ik zag die Argentijn, ik heb die gozer nog nooit zien spelen... die zag die strafschop nemen. Ja. Ik denk, nou ja, laat die ze de komende 8 jaar maar nemen. Ja. Dat is echt een strafschoppen nemen. Nee, Mexicaan bedoel je? Of Feyenoord. Mexicaan, die Jiménez. Ja, die nam ze maar hij wilde hem ook nemen. Ja, maar hij schoot hem zo onberispelijk. Maar die Peter Murphy, hè, die moet één ding eens uitleggen. Die heeft altijd in zo'n sportzaaltje die ballen over zijn net staan slaan. Ja. En heeft die man wel eens in een stadion met 80.000 mensen in zijn nek... alle camera's op zich gericht... na 120 minuten? De druk gevoeld... van zo'n speler. Maar, nee, hij gaat nu uitleggen wat ze moeten doen. Maar het is wel grappig wat je vertelt. Gisteren was het natuurlijk de uitzending met Offside. Was Wesley Sneijder er. En toen werd er ook in de persconferentie aan Van Gaal gevraagd... hoe die dan die spelers, die allemaal niet spelen... hoe die fit gaan krijgen. Maar daar heeft hij weer een specialist voor gevonden. Een hele grote specialist. Ja. Daarvoor heb ik weer mijn inspanningsfysioloog ingehuurd. Jos van Dijk, die ook in 2014 mijn inspanningsfysioloog was. Die toen ook naar Turkije ging om Wesley Sneijder wat meer oefening in de fitheid te krijgen. En daardoor heeft Wesley Sneijder het gered. Nou, daarvoor is hij ook weer in mijn staf. En dat is zijn opdracht. Ik heb Jos van Dijk nooit gezien in Turkije. Jos van Dijk, ik heb wel bij ons in de voorbereiding, bijvoorbeeld in Portugal... dat we zeg maar, ons klaar moesten maken voor dat WK... Ja, toen moesten we om 7 uur met deze meneer gaan trainen. Ja. En toen op een gegeven moment ook is inspanningsfysioloog... die ook tegen Rafa van der Vaart zei hoe hij een corner moest nemen. Oh. En toen werd het eigenlijk een beetje te veel, weet je wel. Dat kan niet. Toen overschatte Jos zichzelf een beetje. Ja, hij zegt, je moet je standbeen moet je zo zetten. Ben je echt, ja? Dat kan echt niet, hè? Ja, nee, dan ben je ook, weet je, dan is die geloofwaardigheid weg, hè? Maar Jos van Dijk was dus nooit in Turkije geweest, terwijl Van Gaal dat riep. En die jongens nemen die man helemaal niet serieus. Dus waar ben je daarmee bezig? Ja, maar dit zijn grote spelers. Sneijder is een grote speler. Ik las vandaag over Van Basten en Gullit. Weet je dat die ook wat commentaar over Van Gaal hadden. Maar je geloofde niet dat Van Basten zich als een kind aan zou laten spreken. Nee, natuurlijk niet. Die zou hem op zijn rug kloppen en zeggen, hey, doe je even gewoon je gek.